Hallo, welkom allemaal bij een nieuwe replay. En ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Dit is voor mijn gevoel in ieder geval de beste game die ik heb gespeeld in 3 jaar tijd. Op zijn minst. Ik speel in de Object 430. Tier 9, Russische Medium. Was eerst een tier 10. Die is teruggezet vanwege de komst van de 430U. Ik speel samen met Kepro. Die speelt in de Standard B. Een van de nieuwe Italiaanse tanks, tier 9 tank. En we hebben hier natuurlijk een fantastische matchmaking te maken. Het is de 357 matchmaking, die je niet vaak krijgt als je met z'n tweeën in platoon speelt. En het is Ruhenberg. Voor ons geldt dit als de verkeerde kant. Wij zouden liever vanaf de andere kant spawnen. Maar dit is ook wel een goede tactiek eigenlijk, wat je vaak moet doen als je de zuidkant spant. Dan is eigenlijk de E-lijn standaard voor de tegenstander, maar die worden daar wel meestal gespot. En dat betekent dat wij vanaf deze positie geschoten hebben. En dus we hebben allebei ook al een kill. Het staat inmiddels 2-1. En ondanks dat dit goddelijke matchmaking is, laat deze match denk ik ook wel erg goed zien dat het niet zo heel veel zegt of je goddelijke matchmaking hebt of niet. Want ons team gaat straks bijzonder snel dood. Dat je denkt van ja, hoe is het mogelijk? Dus dan kan je weliswaar met z'n tweeën toptier zijn. Maar als je team zo snel doodgaat, dan is het eigenlijk in bijna alle gevallen aan los. Ik speel dus in de Object 430. Dat is een tank die mij behoorlijk goed ligt op een of andere manier. Terwijl de gun behoorlijk slecht is, inaccuraat. En ik heb nu al 3 behoorlijke low rolls. Eentje was natuurlijk een killshot, maar het eerste schot op die FV202 was 300 damage. Dat was nagenoeg een minrol. En het tweede schot op de Skoda was ook een dikke minrol. Want deze gun heeft gewoon een alpha van 390. Een behoorlijk goede reload. En die combinatie samen maakt denk ik dat ik wel deze tank wel kan pruimen. En uiteindelijk, omdat deze tank best wel redelijk goede armor heeft voor een medium tank, kan je van dichtbij behoorlijk goed brawlen. En dat zorgt ervoor dat je wat minder last hebt van de slechte karakteristieken van de gun. Het is inmiddels wat ik al zei, ons team gaat heel snel dood. We staan 2-6 achter. En we hebben nog maar een kwart van de map in handen. En driekwart van de map is in handen van de tegenpartij. En dat betekent dat we een hoop werk nog te verrichten hebben. Ik probeer hier een schot te krijgen op de A44, maar ik krijg geen outline en ik ga ook niet proberen te schieten, want ik weet eigenlijk dat dat toch wel misgaat. Ik ben trouwens, jullie zien waarschijnlijk in de chat dat ik Platoon chat gebruik met Kepro, want normaal gesproken zitten we op Teamspeak. Nou zat ik ook wel op Teamspeak, maar ik kon niet praten. Dus ik chat veel over de met de tekst en dat maakt eigenlijk de uitkomst van deze battle nog wel wat extra speciaal als je het mij vraagt. Je moet dus toch iets moeilijker communiceren dan gebruikelijk. Nou, we zijn 3,5 minuten onderweg en 2/3 van ons team is al dood. En hier ook de frustratie van waarom gaat iedereen zo verschrikkelijk snel dood? Stop dying. Dus we staan 3-10 achter. En dan is het tijd om nu de scores gelijk te gaan trekken. Het voordeel is natuurlijk dat ik Kepro nog bij me heb als teamgenoot, die ook nog eens in een autolader zit. En niet zomaar een autolader, de standaard B is natuurlijk een autolader die niet een volledige autolader is. Mechanisme is denk ik wel bekend inmiddels. Hier eindelijk een high roll trouwens, dat is mijn eerste volgens mij van de, oh nee, mijn tweede al van de game. Maar omdat die standaard B dus niet constant 30 seconden hoeft te reloaden, ja, heb je daar voordeel van. Ja, nu zijn we nog maar met z'n tweeën over. En is het dus 2 versus 11 is het. Dan was het even kort. Nu inmiddels 2 tegen 9. En nou is het zaak om zo goed mogelijk focus fire te doen. Ik heb inmiddels APCR geladen, want ik wil natuurlijk geen shells meer bouncen. Ik heb hier nu een mooie hull-down positie achter deze tanks, dode tanks. En ik weet met een mooi schot
Liberté uit te schakelen. Tier 8 Franse heavy tank. En we moeten natuurlijk oppassen voor die Skoda's. Hoewel dat niet de allerslimste spelers zijn, zo te zien. Want die Skoda die liet zich wel erg makkelijk pakken. En Kepre maakt hem af. En inmiddels hebben we samen 7 kills. En komen we aardig terug. Maar ja, omdat er nog zoveel tanks over waren, worden we nu geflankt van beide posities. Dus van achter komt nu een Strif S1. Dat is natuurlijk een erg gevaarlijke tank die heel veel pen heeft. Dus je sowieso wel damage doet, zou je zeggen. Nou heb ik het voordeel dat ik kan overmatchen. Dus ik hoef niet echt te aimen op hem. Ik kan hem gewoon raken. Met deze caliber gun kan ik hem overmatchen, de armor. En dit was weer een low roll trouwens. Weer in de 350. Het is bizar hoeveel low rolls ik heb. Inmiddels legt Kepro het helaas af tegen de Skoda. En heeft Kepro een hoop kills gemaakt. 5 inmiddels. Maar is het toch nog een 1 versus 6 voor mij. En er zijn ook nog eens 3 arties bij. En dan is het voor mij zaak om zo snel mogelijk de tanks te killen die one-shot zijn. Nou, die Skoda was een one-shot. Die schakel ik met een eenvoudig schot uit. En gelukkig bounced hij zijn schot nog op mij. En nu is het op zoek naar de Scorpion die hier ergens het laatste spot is. En kijken dan waar de arties zijn. Ik probeer eigenlijk die Strif zoveel mogelijk te vermijden. Ik vind hier de Scorpion. Die lijkt AFK. In ieder geval ben ik snel genoeg om hem af te maken. En is het nu nog 1 versus 4. Wel nog met die Artie. Dus ondertussen was Kepro tegen mij aan het zeggen, oh nu hebben we gewonnen. Dat was al bij de 1 versus 6. Ik vond het wel erg voorbarig, dus vandaar nog even een comment van, nou we zijn er nog niet. Ik wilde hier net wegrijden en die Artie die komt dan op een heel vervelend moment. Nou, dan ben ik natuurlijk afgeleid. Aandacht bij die Artie. En dan vervolgens zul je net zien dat die Strif in mijn rug komt. Gelukkig heeft die Strif natuurlijk de mechaniek dat hij in siege mode moet. Voordat hij wat kan doen. Dus ik was net op tijd om het hoekje om te rijden. Helaas ja, omdat er natuurlijk 3 arties zijn, was ik natuurlijk wel gespot. En een van de arties weet me toch te raken en te stunnen. En nou zou je zeggen, ja het is eigenlijk gewoon voorbij. Dit kan je nooit meer winnen. Die Strif komt in je rug, die is two-shot, dus die kan je ook niet in één keer killen. En dan zijn die arties herladen en dan ben je dood. Dat is eigenlijk zoals het normaal gesproken gaat. Strif weet me te pennen, maar ik heb de mazzel dat ik met mijn schot hem in de fik steek. En dat scheelt me een hoop werk. Ik denk dat dit beslissend is. Want ik heb hier ook nog een redelijke arti-safe positie. En ondanks dat de Strif me wist te raken, weten de arties me niet meer te raken. En dan kan ik hier dus veilig wegrijden. Ja, nu zien de kansen natuurlijk een stuk beter uit. We weten natuurlijk wel dat Artie kan shotgunnen en gevaarlijk kan zijn. En een van de arties kan natuurlijk zichzelf opofferen door me op te yolo'en en die andere twee te laten schieten. Maar goed. Ik heb natuurlijk een view range voordeel en het mobility voordeel. Dat is, lijkt me duidelijk. En ondertussen ben ik dus ook nog in staat om te chatten met mijn platoongenoot. Wat eigenlijk niet zo slim is. Ik kan beter focussen op de game. Maar goed, ik was nu al vrij zeker van dat ik hier eventjes op adem kon komen. Mijn plan is eigenlijk om naar E6 te rijden, F7. Zoveel mogelijk in het midden van de map. Zodat ik flexibel ben en alle kanten op kan. De kans is natuurlijk aanwezig dat één of alle arties willen gaan cappen. En dan moet ik dus niet te ver weg zijn, want ja, de Object 430 is weliswaar een medium tank, maar het is niet de allersnelste medium tank. Ja, ik ga hier bijna 50 per uur, dus het is ook geen hele trage tank, maar het is niet de meest wendbare tank die je kan voorstellen. Dus je moet gewoon niet te ver weg zijn, want zeker als ze met z'n tweeën gaan cappen bijvoorbeeld, dan is de cap behoorlijk snel voorbij. En als je dan te ver weg bent, ben je gewoon simpelweg te laat. En dat zou natuurlijk zonde zijn. Doordat ik zoveel kills nu ook heb gemaakt, staan we inmiddels samen op 11 kills. Dus we zijn nog 1 kill verwijderd van in ieder geval de Crucial Contribution. En dan zou je zeggen, nou vanaf deze ridgeline spot je wel een Arty. Want hier heb ik natuurlijk geweldige positie in cover.
Als ik hier een Artie spot, dan word ik waarschijnlijk zelf niet gespot. Kepro die zei van ja, je moet Artie hunten. Ik zei nou, ik blijf liever in de buurt van de cap. En ik spot hier de M12. Die helemaal over de nullijn gaat. En mijn Sixth Sense gaat niet af. Dus gelukkig spot hij mij niet, ondanks dat ik in het open stond. Nou is natuurlijk de viewrange van Artie gelukkig maar vrij laag. En hij was ook nog eens aan het rijden, dus hij kon ook geen binos of zo actief hebben. En hier is het dubbel boosh. Dus je zou zeggen, makkelijk killshot. Maar ja, dan gaat RNG nog even meespelen. En dan bounce ik dus mijn eerste schot. Mijn tweede schot is de zoveelste low roll van deze game. Het is echt ongelooflijk. En net als ik mijn blindshot schiet, wordt hij weer gespot. Dus moet ik nog een keer herladen. Dus gelukkig dat ik niet gespot word. Anders was het al misschien wel einde oefening geweest. Maar dit had natuurlijk gewoon met één schot voorbij moeten zijn. En dat kost me 4 schoten. Dat is typisch World of Tanks. Typische RNG waar je niets aan kan doen. Het eerste schot was eigenlijk gewoon goed genoeg. Maar die shell ging in de tracks. En de tweede shell was natuurlijk prima in zijn volledige tank. Maar dat was dan weer een low roll. En zo schiet het allemaal niet op. Gelukkig blijf ik nog redelijk cool. En is er ook slechts één Artie nog in de cap. Dus ik heb nog wel wat tijd. Maar goed, aan de andere kant nog 20 seconden. Dus ik moet ook weer niet te lang wachten. Ik probeer hier een goede plek te vinden waarbij ik Artie kan spotten zonder zelf gespot te worden. Die heb ik hier gevonden. Mooi achter een bosje. Zodat Artie me niet spot als ik schiet. En ik blijf achter het bosje. Zodat Artie me niet schiet. En nou zie ik een shell gaan. Dus je ziet dat hij in de paniek nog blind schiet ook. Hier ben ik ook weer dubbel boost. Ik rijd net ver genoeg naar achter om dubbel boost te zijn. En nu is het 1 tegen 1. En nu heb ik natuurlijk het absolute voordeel. Inmiddels zitten we dus samen op 13 kills. Goed voor in ieder geval de crucial contribution. En ik kijk naar de klok en dan denk ik, ja, nog een kleine 3 minuten te gaan. Nog genoeg tijd, maar ik moet ook weer niet te lang wachten. Want voor een volledige cap heb je volgens mij 1 minuut 40 nodig. Dus mijn plan was nu om naar de cap circle te rijden en dan maar te kijken waar de Artie is. Want ik wil deze game natuurlijk gewoon winnen. Want het is niet elke dag dat je zo'n game speelt. Een Colobanus medal had ik volgens mij pas 2 of 3 keer gehaald. In 5,5 jaar World of Tanks. En ik ben natuurlijk hier in de race voor de Colobanus medal. Want het was een 1 versus 6 voor mij. Dus ik ga sowieso voor de winst. En niet voor de kill. Inmiddels nog maar 2 minuten op de klok, dus we zien inderdaad dat deze tank niet super snel is. Maar ik ben mooi op tijd om in ieder geval nog te kunnen cappen. Dus het heeft ook zin om in de cap te gaan staan. 1 minuut 40 inderdaad, nu de cap. En er is nog 1 minuut 50 op de klok, dus ik heb nog wat marge. Ik moet natuurlijk niet gedecapt worden door die Artie, want dan is het wel voorbij. Maar de kans is dan wel aanwezig dat ik hem ook spot als hij me kan decappen, tenzij die echt Lucky blind decapped, maar die kans is wel erg klein. Zelfs voor mijn luck. Ik probeer eigenlijk een positie te vinden die niet altijd obvious is, maar wel nog enigszins cover biedt. Want in een bosje gaan staan is natuurlijk wel redelijk te verwachten. Dus ik blijf een beetje hier aan de rand. Wel in de buurt van bosjes, maar ook weer niet te. En dan is het maar afwachten waar die Artie opduikt. En hij duikt op daar in de stad. Dat is eigenlijk niet de plek waar ik hem had verwacht. Zoals jullie zien stond de turret ook de andere kant op. Hij is gelukkig sowieso een one-shot. Dus zelfs als ik low roll, dit is sowieso een one-shot. En gelukkig komt hij recht op me afrijden. En is de laatste kill eigenlijk de makkelijkste van de 6 zo'n beetje. En was dit een hele mooie carry, ook van ons tweeën eigenlijk. Laten we gaan kijken naar de statistieken. Een voor mij doen ongekend goede game. En dit is eigenlijk de reden waarom je dagelijks, een paar keer per week World of Tanks opstart. Om dit soort games te spelen. En dan is meteen je sessie wat mij betreft al geslaagd. Dit zijn echt de games waar ik het spel voor speel. En helaas heb ik er veel en veel te weinig van dit soort games. Maar deze was er echt eentje om in te lijsten. Ik heb een trits aan medailles. Ik zal kijken of ik ze allemaal uit mijn hoofd kan opnoemen. Uiteraard een Ace Tanker. Een heleboel van die kleine medailles, waaronder een Reaper. Dat is altijd wel een leuke. Ik heb een Radley Walters voor de 9 kills. Een Colobanus medal natuurlijk voor de 1 versus 6. En volgens mij is dit de Colobanus. Ik heb er volgens mij nu 3 of 4. Maar dit is sowieso de Colobanus op de hoogste tier. Dus ik heb volgens mij nog nooit hoger dan tier 7 Colobanus gehaald. En dit is op tier 9. Dus
Dat maakt het ook nog eens extra speciaal. Ik heb een Dimitrius Medal voor het killen van 3 Arties. Het is een medaille die ook redelijk schaars is, omdat je gelukkig maar niet zo heel vaak tegen 3 Arties speelt. Uiteraard nog een Top Gun, Steelwall zelfs, voor genoeg bounces. Een High Caliber uiteraard, een Defender medaille. En omdat ik samen met K-Pro 14 kills heb, bijna het complete team afgemaakt. Ook nog een mooie Crucial Contribution, ook een hele leuke medaille altijd om te halen. Ik heb zelf 6,4k damage, 9 kills dus, goed voor 1661 basic experience. Ja, omdat het allemaal lower tiers en gelijke tiers waren, niet zo'n super hoge experience voor zo'n carry. Was dit een tier 10 battle geweest, had je wel kans dat ik misschien richting de 2000 experience was gegaan. Maar goed, daar gaat het natuurlijk allemaal niet om. Ik heb het ook een goede game. Vooral het samenspel in de stad was erg goed. We focusten goed op de goede tanks. Keper maakte een hoop kills, waardoor snel de numbers naar beneden gingen. En waardoor we uiteindelijk ook de game konden winnen. Want het is duidelijk dat ik natuurlijk zonder K-Pro nooit had kunnen winnen. En ook die Prochetto 46 die nog redelijk tot het einde leefde, heeft de enige kill die wij niet hebben gedaan gemaakt. En ook nog aardig wat damage. Dus die heeft ook meegeholpen. Ja, en de rest van het team heeft eigenlijk helemaal geen reet gedaan. Dus het is nagenoeg een carry van ons twee, kan je wel zeggen. Ik heb zelf 27 keer geschoten. Daarvan 22 hits en 21 pens. Erg goed resultaat met deze tank. Want de gun kan wel tegen je werken. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind de gun persoonlijk erg fijn. En ik doe het gewoon erg goed in deze tank. Ik heb geloof ik meer dan 3000 average damage. Het is mijn hoogste average damage op een tier 9 tank. Dus dat geeft wel wat aan, denk ik. Ik heb aardig wat premium shells geschoten. Dus ik moet wel aardig wat aftikken. Maar omdat ik een premium account heb, maak ik alsnog winst. Gelukkig 17.000. En met allerlei bonussen en dubbels en in de platoon spelen krijg ik voor deze game 6.500 ruim experience. En ik ben nog volop in de grind naar de 34 uur. Dus dit soort games zijn dan wel welkom, ja. Bedankt allemaal weer voor het kijken. En tot snel.